Goedemiddag allemaal, of goedemorgen sta ik nog hier, maakt ook niet uit. Hier is Barbara van der Boom en ik zit in Lexmond met een eigen atelier Paper Tree. Ik kreeg net mijn bestelling binnen, dus ik ben hartstikke enthousiast. En daar zaten ook de nieuwe stempelsets bij, dus de inkpads van de nieuwe inkollers. En toen dacht ik, dat ik echt enorm aan het rommelen was toen ik vorig jaar deze inkpads voor het eerst kreeg. Dacht ik, hoe gaan die dingen open? Dus ben je nou gevorderde stamping up stempelaar, dan kan je dit filmpje wegklikken, want dan weet je dat al. Maar heb je dat nou nog niet? Ben je geen gevorderde stamping up stempelaar? Heb je deze inkpads nog nooit gehad? Of heb je ruzie met ze? Ik dacht, ik ga snel een filmpje maken. En dan kijk ik wel even waar ik dat plaats. Maar ik dacht, ik doe even snel een filmpje hierover. Nou, ik heb ze dus net wel uit de verpakking gehaald. Want ik denk, anders wordt het helemaal zo'n lang filmpje. Ik hou niet van lange filmpjes. Als eerst, ik heb ze dus net binnen. Op de achterkant vind je de stickertjes die je erop kan doen. Dat ga ik dus gelijk even doen. Ik doe hier even met mijn... En hoe heet dat tool ook alweer? Nee, met mijn pick-and-up tool haal ik hem eraf. Doe ik er eentje hier. Even iets lager moet die. Hier. Zo. Dan doe ik hem open. Dat is het makkelijkst door... En deze zijn helemaal nog niet open geweest. Dus dit is een spiksplinter nieuwe. Om hier op de... Nog één keer doen. Aan de bovenkant van het doosje te klikken. Dan til je de deksel op. Dan duw je hem naar achter. En dan heb je zo je inkpad. Nou zei ik al, hier zit er nog eentje. Er zit hieronder eentje waar niks op staat. Want dat staat er in het Frans, het Duits, het Engels dus en het Japans op. Dat is omdat we in al die gebieden aanwezig zijn als stamping up. Die blanco die haal ik eraf. Die doe ik hierin. Ik kan natuurlijk ook een andere hierin doen. Zo. En dan is die... Kan ik ook zo zien, als hij zo staat, welke kleur het is. Als ik dan een heel rijtje open heb liggen, dan kan ik me niet vergissen in welke kleur dit is. Dicht is door hier even... aan te trekken. En soms gaat hij heel hard. Dan kan je beter hier even duwen. En dan kan je hem wel zo vastpakken. Dan draai je hem. En dan is hij weer dicht. Dus hier klikken. Omdraaien. Eruit. En nou gaat deze echt soepel. Sommige gaan heel stroef. Deze gaat ook prima. Ja? En dan de achterkant weer. Nou ja, jullie snappen het nu wel hè. Ik doe deze nog eventjes met jullie samen en dan. En die doen we aan de bovenkant. Ik kan misschien nog even laten zien wat je verder ook nog. Een inkpalet kan je ook maken van je stempelkussen. Ik zal even laten zien hoe dat werkt. Als je nou een beetje zo in je inkpad drukt. Zo. Dan heb je hier een inkpalet. Beetje met een watercolor painter of met een gewoon kwastje. Kun je dan gewoon wat inkt opnemen en daar kun je mee verven. Dan heb ik hem toch open. Laat ik gelijk deze maar even doen. Dus ik hoop dat jullie dit een handig filmpje vonden. Mijn naam is Barbara van der Boom. Kijk eens op mijn blog. Ik zal de link hieronder plaatsen. Waar ook dit filmpje dan weer terug te vinden is. En... ik hoop dat jullie er wat aan hebben. En ben je nou een ervaren stempelaar en weet je al hoe dit werkt, dan hoop ik dat je misschien nog andere tips hebt die ik niet gebruikt heb deze keer. Maar ik dacht misschien is het handig om eens een keer te delen hoe dit werkt. Dankjewel voor het kijken!